Hey, hallo allemaal. Wat leuk dat je er weer bij bent. Ik ga vandaag kerstkaarten maken. Ik doe mee met een swap. Waar je met meerdere personen in een groepje zit. En dan maak je voor iedereen een kerstkaart. Ik vind het leuk om post te ontvangen, uiteraard. Maar ik vind het ook leuk om kerstkaarten te maken en te schrijven. Dus ik dacht van, ik ga het in bulk doen. Ik heb hier een aantal standaardkaarten van kraftpapier. En die koop ik meestal een setje van 10, inclusief envelop. En ik ga nu deze zeg maar precies recht onder elkaar neerzetten. Want wat ik dus wil, ik wil hier om het, zeg maar wat ik ga doen, daaromheen wil ik vrij laten. En omdat ik alleen maar deze paarse afplaktape heb, doe ik hem een beetje uit elkaar. Zodat er meer ruimte overblijft voor de mixed media, zeg maar. En minder ruimte als randje. Probeer het een beetje recht te zetten zo. Dus als ik hem zo afplak. Als ik hem zo afplak, dan, waar die plakband zit, daar komt de verf straks niet. Ik denk dat dit het midden is. Ongeveer. Het zit hier een beetje scheef, maar goed, het blijft handwerk, dus ik vind het niet zo heel erg. En dat doe ik ook om alle andere randjes. Ik heb hier een bakje met allemaal van dit soort kleine stukjes papier dat ik nog over had. En die ga ik hier als ondergrond opplakken. En daar doe ik eigenlijk niet echt een, zoals altijd, niet echt een volgorde in. Ik pak gewoon wat past en hoop dat het leuk staat. Ik wil wel zoveel mogelijk van de verschillende stukjes papier. Dus ik wil 3 soorten papier en dan op 1 kaart. En dit plak ik gewoon vast met de prietstift. Kijk, ik kan geen noten lezen, hè? Dus als de muzieknoten verkeerd omstaan, dan mijn excuses. Maar het is toch niet de bedoeling dat je het kan lezen, dus... er komt nu namelijk verf op. Ik ga namelijk met deze rode Delusions Paint, het is Postbok Red, ga ik met mijn vingers gewoon verf aanbrengen. 2 druppeltjes. Deze verf is best wel vloeibaar, dus ik zal 1 kaartje leeg laten. Zodat als ik over heb dat ik het daarop kan doen. Ik doe gewoon dit dus. Probeer zoveel mogelijk van de tekst niet leesbaar te maken. Dus het mag er wel doorheen schijnen, dat vind ik niet erg. Maar liever niet dat je kan lezen wat er staat. Want deze tekst bijvoorbeeld is van zo'n romannetje. Dat hoeft niet iedereen te lezen. Oh, nou, toch... niet genoeg verf, dus komt hier nog een druppeltje. De verf is nog niet helemaal droog, maar ik ga gewoon alvast met structuurpasta van Dutch Doobadoo. Hier door de stencil halen, want dat moet ook drogen, dus dan kan ik het gewoon allemaal in 1 keer laten drogen en dan kan ik even wat anders gaan doen. Oké, met de structuurpasta doe ik dus structuur aanbrengen. En je weet het, ik doe het nooit helemaal met een hoe zeg je dat? Ik heb nooit echt een idee hoe ik het wil hebben. Dus ik doe eigenlijk maar wat. Maar wat ik wel doe is dat ik het weer in 3 fout doe. Dus net als het scrappapier doe ik ook weer
de structuur paste in drievoud. Dus op drie plekken wil ik het zichtbaar hebben. En waarom het zo belangrijk is dat je de verf laat drogen, is dat het nu dus op mijn spatel zit. En ook in mijn structuurpasta potje. Dat is niet zo heel handig meer. Ik ben een beetje afgestapt van dat ik alles perfect wil. Zoals je ziet. Het blijft ook gewoon handwerken, hè? Dus dat maakt het misschien ook wel een beetje mooi. En zoals altijd, gelijk stencil met de structuurpasta en de spatel schoonmaken. Anders krijg je er nooit meer vanaf. Dus dat ga ik even snel doen. Met Memento inkt maak ik ook gelijk een aantal stempelafdrukken. Ik heb deze drie. Deze komt van AliExpress. Deze is van Durf te Stempelen. En als je nou iets leuks ziet in de webshop van Durf te Stempelen, ik zal hier een linkje plaatsen in de beschrijving. Gebruik dan mijn code Nescovits10. Want dan krijg je altijd 10% korting op je gehele bestelling. En een soort win-win situatie. Jij krijgt de korting en Durf te Stempelen weet, doordat jij mijn code gebruikt, dat je door mij geïnspireerd bent. Of in ieder geval dat je hebt gezien dat ik bepaalde stempels gebruik van de webshop. En daardoor een kijkje mee gaan nemen op de website. Ik ga eerst deze grote doen. Die doe ik ook gewoon weer lekker random. Het is een beetje mijn stopwoord geworden. Wat ik gehoord in bepaalde video's, in oude video's van mij. En dit doe ik gewoon echt zonder eigenlijk over na te denken. Nou, niet helemaal, want ik wil wel dat het zichtbaar is. Dus hier wil ik er dan twee van. En die hoeven ook niet helemaal zichtbaar te zijn op de kaart zelf. Zo. En dan het sterretje. Ook weer drie keer. Van Durf te Stempelen heb ik geleerd om je stempels gelijk schoon te maken. Daar heb ik dit fantastische ding voor. Ik heb hier, wie zag ik dat ook weer, joh? Ding bij Lotte van Alotte. Nee, hoe heet het nou? Alotte van, Alotte Stamping van of zo. Daar heb ik dit een keer gezien. Dat zat zo'n, stempelschoonmaker. En toen heeft ze op één, dat hoekje zeg maar, een druppeltje gezet, zodat ik weet dat dit de natte kant is. Dat doe je zo. En dat dit de droge kant is en dan maak je het mee droog. En dan is die inkt eraf. Want zo blijf je stempels gewoon langer goed. Kijk, het is vies. Hier maak je het schoon, dan word je stempel schoon. En dit bespreek regelmatig met deze cleaning spray. Dus ik voel nu dat die al een beetje droog is geworden. Het is al een tijdje geleden ook dat ik hem heb schoongemaakt. Dus, of ingespoten. En dan spuit je dit. Even kijken hoe links is, heb ik dit. 2019. En hij stond hier nog vol. Dus die doet er best lang mee. Maar dat is misschien ook een beetje omdat ik niet altijd mijn stempel schoonmaakte vroeger. Maar goed, dus nu laat ik dit weer even drogen. Nou, ik hou wel van spettertjes maken met acrylverf. En ik heb voor nu voor paars gekozen, omdat ik vind het zwart zo donker. Dus ik doe een druppeltje van de Amsterdam acrylverf. Doe ik in een schoteltje, een beetje water op mijn penseel.
ga ik hiermee spettertjes maken. Ik weet niet of het echt goed zichtbaar zal zijn, want het is best donker. We gaan het zien. Ik zie iets meer water, zodat de druppels groter zijn. Zo. Nou, het is een beetje droog aan het worden, dus ik ga nu de tape weghalen. Zodat hij geen restjes achterlaat. Oeps, zoals hier. Wat wel eens wil helpen is om de plakband gewoon te feunen, warm te maken. Dan blijft hij ook niet. Dan gaat zeg maar, ja, dan lost zeg maar die lijmlaag op. Ik had het iets eerder los moeten halen, nog voordat het droog werd, maar ik werd afgeleid, dus. Daardoor blijft hij overal gewoon aan plakken. Dus tip voor strakke lijnen. Weghalen voordat het allemaal droog wordt. Ik heb hier een velletje papier. Het is een beetje bruinachtig. En die ga ik met gouden verf kleuren. Want hier wil ik kerstbomen van maken. En de... De details die ga ik gewoon aanbrengen met deze zwarte postkapel. En dat kan ik hier ook plakken. Ik wil het niet te netjes, dus ik wil wel een kerstboomvorm zeg maar maken. En ik denk dat die zo hoog wordt ongeveer. En ik gebruik bewust geen gouden papier. Goudkleurig papier, want ik vind het juist leuk om te laten zien dat dit handgemaakt is. En dan even dit laten drogen. Dan knip ik hier lange driehoekjes van. Wat ik ook nog wil doen is zeg maar dit rechthoekje nog met de zwarte Posca-pen bewerken. En dat doe ik, zeg maar, omlijn ik de achtergrond. En dit is dan de basis van de kaart. En deze stempel, die komt ook bij Durf te Stempelen vandaan. Die ga ik hier opstempelen op een stukje papier. Ik heb het nu twee keer gestempeld, want ik wil even kijken of ik het ga knippen. Zeg maar, dat ik het zo netjes eromheen knip. Of dat ik het toch ga scheuren. Dat heeft natuurlijk ook wel een beetje een leuk handgemaakt effect. Kijken hoe dat staat. Ja, ik denk dat ik het toch ga uitscheuren. Dus dan, ik vind het effect toch wel iets leuker. Dan teken ik hier nog de details van de kerstboom. Ik weet alleen niet of deze stift het hierop werkt. Schrijf kijken. Ik kan natuurlijk ook het hier plakken en dan alleen een zwarte omlijning doen. Zo. En dan die Merry Christmas erbij. Ik vind het leuk, alleen ik vind nu wel dat er alleen maar, zeg maar, dat gouden alleen op de kerstboom voorkomt. Dus ik ga nog met een beetje, ja, ik weet niet, misschien met dit penseel, een soort van markmaking maken. Dan, zo komt het toch wat meer in balans. En niet ingewikkeld. Zo. En hier ook.
zoiets. Zie je, dan komt het toch wat meer bij elkaar. Dus ja, deze ga ik ook uitscheuren. En ik ga even de rest maken zoals deze kaart en dan kom ik zo terug. Uiteindelijk heb ik ervoor gekozen om de randjes van de geknipte kerstboom en de tekst nog met distress ink te kleuren. Want dan zie je dat witte kniplijntje minder goed. En nu ga ik alles vastlijnen. Zo, alles is geplakt. Ik heb nog even gekeken of alles weer, zeg maar de stempels die bedekt waren, weer opnieuw gestempeld waren. Omdat ze dan in drievoud staan. En ja, ik ben nu eigenlijk wel tevreden erover. Ik dacht eerst nog om nog wat meer van die gekleurde spettertjes erop te doen. Maar ik denk, ja, eigenlijk is het wel goed zo. Soms moet je ook weten wanneer je moet stoppen. En ja, dus dit wordt mijn de kerstkaart die ik ga sturen voor via de groep. Nou vergeet natuurlijk niet de envelop ook te versieren. Dus wat ik dan, dan vaak doe, ik wil wel dat het een beetje erbij past. Dus ik gebruik gewoon weer diezelfde penseel om deze zwarte, gouden streepjes te zetten. Ik omlijn de kaart, de envelop met een die Posca-pen. Ik zet deze gouden streepjes weer. Zo zie je echt dat de kaart bij, hierbij hoort. En ik gebruik deze stempel als adres etiket. Welke trouwens ook te koop is bij Durf te Stempelen. Zo. Ik ga toch een andere stempel gebruiken, want ik vind hem toch iets te klein. Ik denk deze aan gebruiken. Zo. Zwarte lijn eromheen. Die gouden markmaking weer. Ik doe hier niet, want hier komt natuurlijk die potzegel. Dus ja, die hoeft niet echt versiering te hebben. En ik heb hier nog op dat ene sterretje, of dat bloemetje. Die stempel ik ook een paar keer hier en daar. Zo. Voor de versiering. En dan is mijn, ja, zijn mijn kerstkaart klaar. Dus heb jij nog vragen hoe ik, over hoe ik dit gemaakt heb of iets anders? Stel het dan vooral in de reacties. Voor nu wil ik je bedanken voor het kijken van de video. Doe een duimpje omhoog als je de video leuk vond. En ik wens je een hele fijne dag vandaag. Tot de volgende keer. Dag!